We hadden een aantal doelstellingen met de doorontwikkeling van Afforis. Wij wilden in eerste instantie de levenscyclus van de applicatie vergroten. En we hadden tegelijkertijd ook wel de uitdaging om de organisatie dusdanig te veranderen dat we meer agile konden worden en meer op de veranderingen van de markt in konden springen. Enerzijds was het natuurlijk wel vraag vanuit de klanten om een stukje modernisatie door te voeren. Maar de grootste driver om dit te doen kwam toch wel vanuit onze eigen organisatie. Wij zagen wel dat in de toekomst je niet meer afwachtend kunt zijn en eigenlijk wel snel mee moet kunnen met de nieuwe ontwikkeling en voorop moet kunnen lopen. Wij hoopten natuurlijk sowieso met de modernisatie op de korte termijn meer nieuw business te kunnen doen. Dus meer omzet te kunnen genereren door verkoop bij nieuwe klanten. Maar tegelijkertijd is het ook een stukje continuïteit. Hè? De huidige klantenbase die behoorlijk stabiel was, die wilden we zeker behouden. En ook daarvoor moet je af en toe moderniseren. Dus we hebben wel degelijk ook continuïteitsdoelstellingen gehad hierbij. De nieuwe versie van Afforis had een aantal belangrijke eisen. Hij moest zowel in een Windows-omgeving als in een browser kunnen draaien. Hij moest dynamisch zijn. Hij moest mobiel zijn, dus we moesten hem ook kunnen porteren naar mobile devices. En het moest vooral ook heel gebruikersvriendelijk zijn voor onze klanten. Wij hebben ervoor gekozen om tegelijkertijd met de implementatie van ons nieuwe framework en de nieuwe applicatie Agile Scrum te gaan implementeren. Voorheen acteerden heel veel van onze ontwikkelaars op individuele basis en gingen met zeer uitgebreide, uitgewerkte specs aan de slag. Tegenwoordig werken ze echt in teamverband met 's morgens een stand-up waarbij doorgenomen wordt wat ze die dag gaan doen, welke problemen ze eventueel de vorige dag tegen aangelopen zijn. Dus op die manier is de samenwerking binnen het team volledig veranderd. Het contact met Jonder tijdens de dagelijkse scrum sessies verliep via videoconferencing. Dus dat betekende dat op een vast tijdstip elke ochtend het team aan beide zijden aanwezig is. En dat verloopt eigenlijk alsof je met z'n allen aanwezig bent in dezelfde ruimte. Jonder heeft ons geholpen met het invoeren van Agile Scrum door een Scrum Master ter beschikking te stellen binnen het project. Dus een zeer ervaren Scrum Master van Jonder is uiteindelijk teamlid geworden van ons Scrum Team. En heeft gedurende die fase onze nieuwe Scrum Master opgeleid in zijn rol. En tegelijkertijd alle aspecten van Scrum meegenomen richting de overige teamleden. Het testen vond in dit geval plaats door medewerkers van Jonder. Maar die maakten integraal onderdeel uit van het team. Naast Afforis leveren wij ook nog andere producten. En ook binnen die productgroepen willen wij onze ontwikkelmethodiek onder handen gaan nemen. En ook daarin zullen wij zeker Jonder weer vragen om ons te begeleiden in die verandering. Wij werken met Jonder samen om schaalbaar te kunnen zijn in onze resources. Dat betekent op de momenten dat we het rustig hebben, dat we het met onze eigen mensen af kunnen. Maar op de momenten dat wij een piekbelasting hebben, weten wij dat er mensen zitten met zeer goede expertise die aansluiten bij onze manier van werken, die ons daar zeker in kan helpen. Wij geloven dat Jonder in staat is om een hele goede outsourcingpartij te zijn. Wat alleen belangrijk daarbij is, is dat je je eigen organisatie op orde hebt om ook op zo'n manier samen te kunnen werken. Ja, de klanten zijn erg enthousiast. De klanten zijn enthousiast over de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe software. Maar ze zijn ook enthousiast over de doorlooptijd van nieuwe wensen die heel erg is verkort door de manier waarop we nu werken. Ik denk dat het grootste resultaat wat we geboekt hebben met het project dat we samen met Jonder hebben doorlopen, dat we echt een veel dynamischere organisatie hebben. Er heerst een andere sfeer in de ontwikkelafdelingen door de samenwerking. We hebben echt nieuwe inzichten gekregen over hoe we met softwareontwikkeling om moeten gaan. En uiteraard hebben we ook een aantal mooie nieuwe modules ontwikkeld die wij recent in de markt hebben kunnen verkopen.